Grappig. Dat moet bijzonder zijn om daar dan achter de camera Paul Verhoeven te zien staan, of niet? Ja, ja, en daar dan achter de Paul dan een brandende boerderij of allemaal weer dingen of allemaal tanks. Ja, het is heel bizar. Want jij hebt natuurlijk in veel grote Nederlandse films gespeeld de afgelopen jaren. Maar is dit dan wel weer, wordt deze film nog groter aangepakt? Is niet te vergelijken met... Nee, veel groter. Ja? Ja, echt wel. Dit is wel gewoon een soort van... Nou, ongetwijfeld is het naar Amerikaanse begrippen nog klein. Maar voor mij, ik weet niet wat ik meemaak. Zo. Is het echt zo? Echt, ja? Huge, ja. Ik bedoel, we hebben gewoon nooit een set die kleiner is dan 100, 150 man. Weet je. En dan is het gewoon een scène van twee mensen die iets tegen elkaar zeggen op een grasveld of zo. En het is ook zo dat soms, ik heb dat wel eens gehoord van mensen die in Den Haag wonen, dat echt straten worden helemaal weer terug, ja, naar 1940, ja, 45, in die tijd met de vlaggen. Ja. Is dat raar om te zien? Dat je opeens... Dat is heel raar. Ja. Fiets je door een klein wijkje in Den Haag en dan is alles afgetimmerd en het is allemaal terug naar 43, 44 gebracht. Met ook dat is gewoon, heel vreemd. Met ook gewoon die vlaggen met die hakenkruisen erop af. Ja, 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 ja. Het is heel bijzonder. Ik kijk er enorm naar uit. Ik ook. Ja, dit is echt heel... En heeft hij ook gevraagd of je zo'n Sharon Stone-achtige beaver shot wilde doen, of niet? Nee, ik mag natuurlijk niet alles verklappen. Ja. Zo Michiel zo met zijn benen zo over elkaar. Goed in dat soort scènes. Maar ja, dat kan je goed. Zonder onderbroek aan natuurlijk. Ja, dus ja. Zonder kleren ben ik altijd het best. Ja. Hey, maar... Nee, ik bedoel, nee. Nee, het is een hele serieuze film. Ja, het is een heel serieuze film sowieso. Ja, ik kijk er echt naar uit. Hey, en Floris was een enorm succes voor je. Dus qua acteur gaat het goed. Maar ik zag je net even bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Ik wist dat dus niet, dat je daar dus een rolletje in gehad had. Nee, ik hoop ook dat je het was vergeten. Nee, ja. Maar willen we nog heel even één keer dat kleine stukje, ja, zien van die... Ja, dat kan, maar dat is wel, ja, dat is even lang geleden. Even, want hoe lang geleden is dat dan? Nou, ik denk dat ik een jaar of 16 was. Dat ik in de tussenuren van school, dat duurde 2 weken of zo, reed ik naar Alsmeer. En dan deed ik daar een paar scènes. En was het een grote rol of niet? Nee, volgens mij was het was maar 2 weken of zo. Ja, nou laten we even kijken. Dit is echt nog even leuk. Michiel in Goede Tijden. God. Wil jij je contact nog even lezen? Nee, geef maar een pen. Ik ga maar even zitten. Ik neem aan dat je minderjarig bent. Wat was dat voor een rol? Ik neem aan dat je minderjarig bent. Was dat voor Escort Boy of zo? Ja, maar ik was wel koesie, hè, dames? Ah. Ja, dat was dat. Ik weet het niet meer precies wat het was. Ik was onderdeel van een setup of zo. En we gingen Ludo in de... Je ging allemaal foto's van mij maken en ondertussen bleek ik dan minderjarig of zo. Ja, het was super spannend ook. Fantastisch. Hey, we gaan het zo met jou hebben over je muziek. Leuk. Wat is er diep erin? Fontaine, is dat uit elkaar? Ruzie? Nee, niet echt met ruzie. Hé, jammer. Jammer, hè? Maar niet echt ruzie, maar dat is gewoon, ja, zo gaan de dingen gewoon langzaam. Ik heb het volgens mij vorige keer ook tegen je gezegd. Ja. Maar sowieso lelijke gasten, daar heb je niks aan. Het draaide om jou, gewoon up. Nee, het draaide niet om mij, dat was het niet. Alleen, we zijn gewoon, ja, een beetje uit elkaar gegroeid. En ik ben uiteindelijk met de drummer en de bassist wel verder gegaan. Heb nieuwe muzikanten erbij gevonden en hebben uiteindelijk een plaat gemaakt. Zoals ik die het allerliefst zou wilde maken. En toen hebben we met elkaar besloten van, volgens mij moeten we niet een nieuwe bandnaam beginnen. Omdat je altijd... We werden ook helemaal gek van het gedoe van Fontaine, bandje van Michiel Huisman. Ja. Dachten van, nou, dat willen we niet meer op posters, doe dan maar gewoon Michiel Huisman. Dat is waar. Het is natuurlijk veel makkelijker om dat in je op te nemen, want je natuurlijk, ja, zo'n bekende acteur, ja, bent. Het is niet de reden, maar nee, het is wel een goed argument. Het waren volgens mij wel een beetje hele schoolvrienden van je, of jullie kennen elkaar, ja, al lang. Ja, we gingen al vanaf onze 13e, 14e speelden al met elkaar. Eerst op hockeyfeestjes en op school en later zijn we eigen dingen gaan maken. En, dus dat is best pittig om dan misschien die stap een keer te nemen, maar ja, ik denk wel goed, want zeker, op een gegeven moment, ja, als het even niet doorstoot of doorgroeit, dan moet je iets doen. En dan als je dan iets besluit, wat dan ook, dan geeft dat weer ruimte voor nieuwe, weet je, je ontmoet weer nieuwe muzikanten en daar leer je ook weer van en je komt weer een stapje verder. Dus dat was goed. Oké, nou, je gaat ook zo optreden voor ons. Ja, we gaan het nog even hebben over de nieuwe cd en wat we allemaal kunnen verwachten. En ook nog, dames en heren, wereldkampioen kokringen, wil ik zeggen. Maar het is wereldkampioen ringen. Joeri van Gelder komt ook zo nog. Wat een show. Blijf hier vanavond. Tot zo. Met
met Michiel Huisman. We gaan het hebben over de muziek. Ja, tijdens de break hadden we het even over dat we inderdaad echt uitkijken naar die film met Paul Verhoeven. Ja. Bij een of andere rare reden. Maar vertel de muziek. Jouw album heet Luchtige Verhalen. Dus het is geen album in het Engels, neem ik aan. Nee. Het is allemaal in Nederlands, zoals ik dat eigenlijk in het begin ook deed. Daar heb ik wel aan vastgehouden, omdat het gewoon mijn ding is, mijn taal. De taal waarin ik mij het best denk te kunnen verwoorden. En luchtige verhalen, het zijn niet alleen, het zijn allemaal verhalen, het zijn allemaal dingen, het zijn letterlijk momenten uit mijn leven. Je hebt zelf geschreven ook het meeste? Ja, eigenlijk alles heb ik geschreven met een vriend van me, een jeugdvriend ook. En ja, ik wilde een luchtige titel. Doe jij zelf de muziek, als je het schrijft, hè, doe je dan meteen ook zelf de muziek erbij of begin je met de tekst en ga je daarna een beetje zoeken? Bijna altijd eerst de muziek. En je speelt zelf de gitaar? Ja, dan bijna altijd op de gitaar. Eigenlijk altijd op de gitaar. Ja. En dan ontstaat er een soort melodielijn of zo. Of dan zitten we met iets in ons hoofd. Wat we, en misschien ook al met een zin die ik al heel lang heb of zo. En dan ontstaat daar dan, als ik mazzel heb, een liedje uit. En als ik het een beetje, misschien voel ik het verkeerd aan, maar ik denk als je heel diep in jouw hart kijkt, dan is muziek nog misschien een grotere passie voor je dan acteren. Klopt dat? En bedoel, ik zeg niet dat je acteren, dat je dat verschrikkelijk vindt, maar muziek is misschien wel, ja? Mensenkennis heb je. Ja, is het waar of niet? Nee, het is ontzettend waar, ja. Maar ik vind het gewoon, het is zo vervelend. Elk interview wordt gevraagd, wat doe je liever, acteren of muziek maken? En ik probeer dan gewoon maar een beetje de vraag te ontwijken. Ja. Omdat ik het acteren ook heel erg leuk vind. Tuurlijk, maar ik denk, als je vrij bent, als je in je vrije tijd, dan fantaseer je toch over de muziek en dan ben je bezig met de muziek meer dan... Ja, maar het is toch mooi dat je dat kan combineren, alleen... Ja, het levert een mooi leven op. Ja, nee, absoluut. Hey, dus je gaat zo voor ons je single Deel van mij, ga je doen. Ja. En nou, bereid je daar even op voor. Dan ga ik even met de WK Ringen, nu heb ik het goed, WK Ringen praten. En ik vond het hartstikke leuk dat je gekomen bent. Dan gaan we zo even luisteren naar je nieuwe single. Dankjewel, man.